Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Weet je wat echt een van de beste films ooit gemaakt is? X-Men Days of the Future Past. I don't want your suffering. I don't want your future. Please. We need you to hope again. Everything about it just breaks my heart. En nu komt Marvel binnenkort met een nieuwe X-Men film, namelijk Deadpool en Wolverine, die al in juli in de bioscoop te zien is. En vandaag gaan we reageren op de trailer. It's called capitalism. This world must die. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Yeah, I'm Batman. Don't even get me started on Doctor Strange and a little nerd back on Earth 1999. Deadpool is een raar hoekje van Fox X-Men universum, maar heel veel mensen vonden hem echt heel leuk. Een van de beste X-Men films is Deadpool 2 ook geworden. En nu komt Deadpool 3, a.k.a. Deadpool en Wolverine, binnenkort in de bioscoop en we gaan meteen kijken naar de trailer. Dan nog even een kleine waarschuwing, de trailer bevat graphic violence en bloed en een grap die misschien bij christelijke universalen niet heel erg in de smaak valt, dan weten jullie dat. Happy birthday to you! It's been a challenging few years, for sure. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Meteen aan het begin van de video, van de trailer, zie je al iedereen uit de vorige Deadpool film. Ik heb even snel meegeschreven. Vanessa, Blind L, Dopinder, Negasonic Teenage Warhead, Yukio, Peter, Colossus. En dat waren ook nog maar de enigen die ik in de eerste 5 seconden al herkende. Make a wish, buddy. Who's asking? En het is zo gaaf om de TVA te zien in een Deadpool film en gewoon te zien hoe erg dit is verwikkeld met de rest van de Marvel dingen en vooral dan Loki seizoen 2 die natuurlijk net is afgelopen. Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. En daar zag je natuurlijk al heel snel de eerste fourth wall break, iets waar Deadpool natuurlijk echt in uitblinkt. Dat hij opeens zo naar de camera kijkt en zegt, haha, hoi kijkers. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. En natuurlijk ook heerlijk, de humor die komt altijd terug in Deadpool. Ik vind hem soms een beetje overdone, maar ik kan er soms ook echt gewoon keihard om lachen. Who are you? Why am I here? Walk with me. Iets zegt me ook dat ze niemand anders dan Bob Odenkirk als idee hadden voor deze acteur. Want die zou echt uitblinken ook in deze rol. Wait. You are special. This is your chance. To be a hero among heroes. En hier zie je ook echt hoe Deadpool terechtkomt in het main MCU tussen alle andere helden die we kennen van de MCU films. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. En daar zagen we al Wolverine zitten, of misschien zelfs een Wolverine variant, misschien zelfs gespeeld door Daniel Radcliffe. I'm the Messiah. I am. En in dit soort scènes zie je ook wel heel erg hoe die graphic violence die Deadpool maakt ook weer terug is. Ik weet niet helemaal hoe ik daar als christen over denk, maar het is wel gewoon Deadpool. En daar zag je heel kort Dr. Doom. Nu denkt iedereen dat die de main villain is van de film, maar dat geloof ik niet. Dit is sowieso een soort cameo of misschien een soort clickbait of iets in die richting. Maar in ieder geval, Dr. Doom is daar. God, I love this part. Wait! En dan zie je in die eindscène opeens Deadpool aankomen tegen het logo van Fox. Fox is natuurlijk overgekocht door Disney. Dat is echt heel raar hoe dat erin door is gebracht. En ik ben ook benieuwd hoe ze dat in de film brengen. Maar in ieder geval grappig om te zien.
Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. En de film eindigt natuurlijk met dat je Wolverine ziet, want het is niet voor niks Deadpool en Wolverine. En dat is ook super cool. Misschien in trailer 2 zien we Wolverine een stuk langer. En als dat zo is, gaan we daar ook op reageren. Ik ben benieuwd of Deadpool doorgaat op de post-credit scène van The Marvels. Dat zou ik heel tof vinden. Ik denk sowieso dat het een super goede film wordt. Het wordt de enige echte Marvel film die dit jaar uitkomt. Dus vast wel de moeite waard. Laat zeker hier beneden in de reacties weten of jij van plan bent om Deadpool en Wolverine te zien. En of jij hype bent voor deze film. Laat me het ook weten als je wil dat ik op andere dingen reageer. Als er trailers zijn van films die binnenkort uitkomen dat je denkt van... Hey, hier moet je op reageren. Dan ga ik dat zeker doen. Dan wil ik jullie nu heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. En als het goed is ben ik er volgende week woensdag weer om 4 uur. En dan zie ik jullie dan. Tot ziens. Tot later.